Ja, ik zit in lockdown. Een beetje met de hand in het haar, als ik dat had. Want ik zit binnen, hier in Malmesbury in Engeland, in Zuidwest-Engeland. Ik weet niet of de situatie heel veel anders is dan in Nederland. Maar wij mogen één keer per dag naar buiten voor exercise. We mogen boodschappen doen. En naar de dokter. Dat mag ook. Daar ga ik dus helemaal liever niet heen, maar goed. Straks wel voor mijn vaccinatie ga ik wel. Maar goed, daarvoor mag je naar buiten. Maar we hebben een zwarte labrador, die moet eigenlijk 3 keer per dag naar buiten. Dus gaat de labrador meer boodschappen doen. En 's morgens laten we hem niet hiervoor uit, want deze weg hiervoor langs, die loopt natuurgebied in. Dus iedereen die hier in het plaatsje woont, die laat via deze weg zijn hond uit. Dus dan loop je ook weer file. Dus pakken we de auto een klein stukje verderop. Dat mag eigenlijk niet, geloof ik. Maar ofwel, dat is niet helemaal duidelijk. Het staat niet in de wet. Of, nou ja. We gaan een klein stukje verderop waar niemand is. En daar wandelen we dan met de hond. Bij de otters. Dat is geheim verder, hè. Maar er zijn otters. Die ruikt Harry dan altijd. Die moet aan de lijn blijven daar. Want hij ruikt otters. Ja, en verder zijn die maatregelen hier niet zoveel anders als in Nederland. Kinderen mogen wel naar school die kwetsbaar zijn. Dat begrijp ik. Want ze krijgen een... Ze krijgen een maaltijd op school. Dus voor arme kinderen, die mogen wel. En kinderen van NHS-medewerkers in de zorg. Ja, die mensen moeten werken, dus die kinderen gaan naar school. Wat natuurlijk eigenlijk ook wel een probleem is, want de meeste virussen worden natuurlijk verspreid vanuit de ziekenhuizen. Via de mensen die in de NHS werken. En dan via hun kinderen naar de school. En dan weer naar de kwetsbare kinderen. Nou ja. Maar ja, je moet gewoon zo goed mogelijk de maatregelen naleven. En... Maar ja, we zitten dus in lockdown. Het ergste is dat ik geen sigaren heb. Oh ja, ik heb nog wel sigaren, maar ik rook er 3 per dag. En die kunnen niet meer opgestuurd worden vanuit Nederland. Ja, dat kan wel, maar dat is heel moeilijk nu vanwege Brexit. En vroeger controleerden ze ook wel, maar dan deden ze de envelop open. Dan kon je de envelop eens opengemaakt, deze gewoon weer dicht en stuurden ze door. Hier in Engeland, zo zijn ze wel, die Engelsen. Heel aardig. Maar goed, nu wordt dat waarschijnlijk een groot probleem. Maar een groot probleem, nog een groot probleem is natuurlijk dat ik mijn vriendin niet kan zien in Nederland. En zij mij hier niet. En ik ben geen monnik. Dus daar moet ik ook nog mee leven. Ach ja, andere mensen hebben het gewoon veel erger. En we zitten hier in de lockdown. En we kunnen ook niet meer naar de markt hier in de buurt. Om onze boek te verkopen van Holland Park Press. Nou ja, wil je die toch, wil ons toch ondersteunen? En zorgen dat we straks nog te eten hebben. Dan kun je misschien boeken kopen via www.hollandparkpress.co.uk. Je kunt ook even naar het vorige filmpje kijken. Daar is mijn zus te zien en de hond.